Wel, de grote vernieuwingen zijn natuurlijk het volledig gerestaureerde gebouw. Maar belangrijk, we hebben in dat oude gebouw, dat hier van 1890 staat op het zuid, daar hebben we een volledig nieuw volume ingebracht. De architecte Dicky Scipio van Kaan Architecten heeft het lumineuze idee gehad om in de 6 patio's die in het museum waren, om daar een nieuw volume in te brengen. En dat is fantastisch mooi geslaagd. We gaan dus 40% meer ruimte hebben dan daarvoor. Wat worden zo de topwerken? Wel, we gaan natuurlijk heel veel aandacht schenken aan Ensor. De grootste Ensor-collectie ter wereld zit hier bij ons in het museum. En daar gaan we dan ook 3 zalen aan wijden. Plus natuurlijk hebben we een aantal zeer belangrijke werken, onder andere ook de Madonna van Fouquet. Dat in feite het werk moet worden wat de Mona Lisa is voor het Louvre, moet de Madonna van Fouquet worden voor ons museum. En is Oostende niet een beetje boos dat wij hier de grote Ensor-stad gaan worden? Wel, we moeten niet boos zijn, maar wij kunnen er niet aan uit. Wij hebben de grootste Ensor-collectie, dus we gaan er echt mee uitpakken in Antwerpen. Het museum krijgt ook een nieuwe ingang. Ja, we gaan een invulling geven aan ons museum in de zin van dat we het scharniermoment op 1890, 1880 nemen. Dat is Ensor. En Ensor zal belangrijk worden in het nieuwe museum. Maar wij gaan niet alleen de modernen in het nieuwe museum hangen en de oude meesters in het oude. Nee, onze curatoren hebben ervoor gezorgd dat we ook de confrontatie aangaan, zowel met de moderne en de oude meesters, zowel in het oude als in het nieuwe museum. En dat zal dus echt waar de nieuwe invulling zijn. 650 schilderijen, sculpturen, etsen, hier te bekijken in het Museum van Schone Kunsten. Er komt dan ook een soort interactieve tour of komt er een audiobegeleiding? Wel, er zal enorm ingezet worden op beleving. Een museum waar je de schilderijen tegen de muur hangt, waar je sculpturen op zaal zet en dergelijke meer. Ja, dat alleen, daar komen de mensen niet naartoe. Je moet beleving creëren. We gaan beleving op tal van vlakken doen. We gaan die beleving doen met Christophe Koppens, een vroegere hoedemaker die nu installaties maakt. Die heeft verschillende accenten uit schilderijen vergroot, zodanig dat het voor kinderen ook heel aangenaam zal zijn om die te kunnen herkennen in een schilderij. We hebben ook een fantastisch mooie mozaïek van meer dan 400.000 stukjes, waar ook accenten van schilderijen in het museum komen. Ook dat is weer een beleving. En natuurlijk de audioguides en dergelijke meer. En ook Radio Bart. Radio Bart, niks te maken met onze burgemeester, maar een van onze medewerkers die blind is geworden, die zal radio maken op zaal. Is er buiten wat veranderd? De tuin natuurlijk. Hè. We hebben een prachtige tuin. Het team Heer, dat de tuin aanleg heeft gerealiseerd, heeft prachtig werk verricht. Hè. Heeft gekeken naar hoe de tuin er historisch uitzag en heeft daar zoveel als mogelijk naartoe gewerkt. Onze tuin zal ook de eerste museumkamer worden. Zodanig dat de mensen ook al hier kunnen flaneren en genieten van de beeldhouwwerken die hier staan. En de vijver, blijft die? Wel ja, dus de horizontale fontein, die zal inderdaad blijven. Dat is een kunstwerk dat geschonken is in 2005 aan het museum. En dat zal deel blijven uitmaken van het patrimonium rond het museum. Het wordt voor de Antwerpenaar een grote hotspot, hè? Ja, ik denk het wel. Hè. Men heeft 11 jaar moeten wachten. 11 jaar wachten, op een werf gekeken, de buurt heeft hier in het stof gezeten. Ja, we moeten nu iets teruggeven en dat doen we door onze kunstcollectie op een ongelooflijk mooie manier te laten zien aan iedereen die hier komt. En we hopen dat dat heel veel mensen zijn. En dan is het nu uitkijken naar de grote opening, 24 en 25 september, ja. Want dat wordt een groot feest. Ja, dat wordt echt een groot feest. Hè. Ik denk dat dat ook moet. Iedereen kijkt er naar uit. Hè. 24 september, 's morgens om 10:30, dan zullen we openen met de koralen, groot orkest, koor van 120 mensen, kinderkoor daarbij. Het ballet zal er zijn, in het museum zullen er tal van activiteiten zijn. Rond het museum zullen er tal van activiteiten zijn. Ja, ik denk dat het een feest zal zijn waar de Antwerpenaar echt naartoe zal komen. Ik hoop dat het goed weer is, dat er heel veel volk zal zijn. Het zal een fantastisch moment worden.